Welkom allemaal weer bij de volgende training. Vandaag gaan we Gun in 60 Seconds doen. Wat houdt dat in? We gaan in 1 minuut 3 verschillende oefeningen doen. Wordt het op een gegeven moment te veel, heb je weinig rust, dan verminder je de aantallen. En wordt het te makkelijk, mag je de aantallen verhogen. De eerste oefening is burpees. Willen jullie allebei even 1 keer een burpee voordoen of 2-3 keer? Yes, dat is een burpee. Wil je de burpee moeilijker maken, doe je het met een push-up. Dat is voor de gevorderde. Wil je het makkelijker maken, dan loop je inderdaad net zoals Sylvana naar achter in plaats van de sprong naar achter. De tweede oefening is 15 squats. Wil je even de squat voordoen? Weer de basis, buikspieren aanspannen, borst naar voren, rug recht en goed zakken. De laatste oefening zijn RN abs. Dat zijn de abs die tot mijn naam zijn benoemd. Dat heeft Jaap gedaan. Omdat ik hem had verzonnen. En die gaan Sylvana en Tara nu ook even voordoen. De onderkant van de voeten tegen elkaar aan. Trek ze goed naar je toe om het moeilijker te maken. Je tikt de grond aan achter je hoofd en voor je voet. Dus het is uiteindelijk 3 burpees, 15 squats en 10 RN abs. Yes? Dus we gaan nu 1 minuut voordoen. En kijken hoe ver ze komen. Yes? We beginnen over 3, 2, 1. Let's go! Netjes! 3 burpees, let's go! Lekker bezig, kom op. Yes, 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 yes. En 15 squats, tempootje erin, kom op. That's it, dat zijn goede squats. Lekker bezig, kom op. Halve minuut, lekker bezig, kom op. Tempo erin. En RN abs, next, let's go, laatste. 20 seconden, kom op. Vijf seconden. Oké, tijd tikt. Wat blijkt, ze hebben het net niet gered. Ze hebben eigenlijk de rust zelfs nog nodig van 10 tot 15 seconden. Zet thuis tempootje erin. Als je het alsnog niet haalt, helemaal niet erg, dan verminder je de aantallen. Ja? Dit doe je dus 6 tot 12 rondes. En voor de gevorderden dus doe je 12 rondes, voor de beginners 6 rondes. En als je daartussen zit, dan kijk je eventjes hoeveel rondes je aan kan. Dit is dus een ronde 1. Hierna is een ronde 2. En bij de ronde 2 doen we 10 kikkersprongen, 10 lunges, dus 5 per been, dus uiteindelijk 10 lunges. En de rest van de tijd ga je planken. Dus in de tweede ronde hebben we geen rust. Ja, de rest van de tijd gaan we gewoon lekker planken totdat de tijd voorbij is. Hetzelfde geldt weer qua rondes, 6 tot 12 rondes. De plank kan te zwaar worden op een gegeven moment. Helemaal niet erg, dan doen we hem gewoon op de knieën. Wat wel belangrijk is, rug en bil gewoon recht, alles recht. Ja? Dus we gaan de tweede ronde nu ook voordoen. We beginnen dus met 10 kikkersprongen, 10 lunges en de rest van de tijd gaan we planken. Ready? 3, 2, 1, let's go! Netjes, lekker bezig, that's it. Hier ook heel belangrijk, goed zakken met de knieën, borst naar voren en rug recht. Lekker bezig, kom op! 10 keer, yes! En lunges, 5 per been, lekker bezig, kom op! Hier ook weer borst naar voren, rug recht, buikspieren aanspannen. En let op dat je knie je voet niet passeert. Maak een grote stap. Yes, lekker bezig, kom op. En 20 seconden, kom op. Planken, let's go. 15 seconden, lekker bezig, dat is een goede plank. Lekker recht, netjes. Buikspieren weer goed aanspannen, 10 seconden. 5, lekker bezig, we zijn er bijna. 2, 1, yes, netjes. Dit was de training voor vandaag. Zet hem op, jullie kunnen het.